vast in Haarlem. Politie zet me telkens klem. Doe niks verkeerd, ben iemand die je graag leert. Maar welke lessen kan ik hieruit halen? Tegenwoordig trek ik volle zalen. Psychiaters die denken mijn leven te bepalen. Moet ik echt verhuizen uit mijn eigen land? Sta ik echt aan de verkeerde kant? Nooit iemand wat aangedaan. Moet ik echt heen gaan? Jullie zetten mijn liefde om in haat. Ben iemand die altijd tot het gaatje gaat. Maar in dit systeem zitten te vergaten. Ben iemand die nooit snel zou haten. Maar nu is alles anders. Deze periode heeft mij veranderd. Heb geen hou vast, heb geen anker. Ben op mezelf aangewezen. Twijfel aan alles wat eerder is bewezen. 11 maanden zitten jullie me al op de huid. De vraag is nu, kom ik hier ooit uit? Dit leven heb ik nooit gewild. Sta nu al een tijdje stil. AFC die mij zelfs niet meer wilt. Bij deze ben ik werkloos. Terwijl ik hier nooit voor koop. Voor deze dank ik je Nederland. Ik keer je mijn rug.